FC Utrecht, dat is vast een club. FC Utrecht. Voor het boek No History hebben we meerdere clubiconen en oudspelers gevraagd naar hun meest memorabele moment. Wij waren ook benieuwd naar de meest memorabele momenten van de makers van het boek. Dus we hebben ze gevraagd naar hun meest bijzondere moment rondom FC Utrecht. Mijn mooiste moment bij FC Utrecht was de wedstrijd tegen Celtic thuis. De actie hier van Mertens waaruit de strafschop kwam. Niemand verwachtte dat Utrecht ooit zou winnen en we gingen door naar de groepsfase. Een geweldige avond voor iedereen. Een avond die ik echt nooit zal vergeten. Mijn mooiste moment is de laatste competitiewedstrijd in 2001 tegen Groningen, 6-0. We moesten afwachten op Sparta-Vitesse. Dat werd uiteindelijk 2-2, waardoor we sinds 10 jaar eindelijk weer Europa in gingen. Met uiteindelijk de huldiging op de grachten, de rondvaart. Ja, dat vergeet je nooit meer. Ja. Mijn mooiste moment is zeker weten in 2010 FC Utrecht Celtic. Die hele dag was schotweer, Utrechtse avond. Kroegje in van tevoren met vrienden. Ik wil hier thuis al gauw 2-0 komen. Ja, dat is echt mijn moment, dan pakken ze hem nooit meer af. Ja. Mijn mooiste moment is bij FC Utrecht is de halve finale van de beker in 2004. Sparta uit. Dat was zo'n knotsgekke wedstrijd, zo'n rare wedstrijdverloop. Met een broertje die uiteindelijk volgens mij de gelijkmaker maakte in de verlenging uit mijn hoofd. Waardoor we nog voor de penalties gingen. Ja, dat was zo'n knotsgekke wedstrijd. Alles kwam bij elkaar. Lekker met vrienden naartoe, gezellig, biertje erbij. Dat was echt... In die wedstrijd zat alles en dat is voor mij wel echt het mooiste moment bij FC Utrecht. Wat is mijn mooiste moment bij FC Utrecht? Ik denk toch wel dat Frans Verzeumeren die kwam in het kader van Oprecht Utrecht in 2017 bij mij thuis een kijkje nemen in mijn museum. En dat is toch wel een van de mooiste momenten. In de tussentijd ben ik verhuisd. Een paar maanden geleden is die ook in mijn nieuwe huis geweest. En ja, wij delen dezelfde passie. Ja. Nou, mijn meest memorabele moment is... het is 9 april 1996. Het is de wedstrijd Utrecht Go Ahead Eagles. Het is het jaar waarin de driepuntenregel werd geïntroduceerd. En na 29 wedstrijden stonden we troosteloos onderaan met 17 punten. En ik weet nog goed, op het moment liep ik eigenlijk vanaf de tribune al de gracht in. Het stond 0-0. Go Ahead Eagles had 5 punten meer dan ons. En een wedstrijd minder gespeeld. We moesten die wedstrijd winnen, anders waren we echt gedegradeerd. En het was troosteloos. Niemand geloofde er meer in. Ik ook niet meer, de spelers niet meer. Dus ik liep de gracht in. Ik loop de tribune weer op. Ik denk, nou ja, je weet het toch nooit. En in de, ik geloof, 3 of 94 minuten krijgen we de vrije trap van Hans Visser. In die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En die bal die draait zo daar in de rechterbovenhoek achter de voortreffelijke keeper destijds, Oscar Moens. Nou, wat er toen gebeurde in het stadion en in mezelf, er waren nog geen 4000 man op dat moment aanwezig. Wij waren gewoon dood. Utrecht leefde niet meer, dood. En het was een soort opstaan uit de dood, echt niet te geloven. In de wedstrijden daarna, die volgden, 4 wedstrijden, wonnen we 2 keer. En 2 keer en 2 keer gelijk. Dus met de memorabele laatste wedstrijd tegen Twente, wat dus de ontsnapping was in dat seizoen aan degradatie. Maar dat moment, dat vergeet ik never nooit meer. En daar krijg ik nog steeds de rillingen van over mijn rug. Het is toevallig halverwege de historie van ons bestaan. Seizoen 95, 96. Maar dat was de unieke en ongelooflijke ontsnapping. Bijna uit de dood. Ja, mijn meest memorabele moment is Celtic thuis, de 4-0. En dan vooral het moment van de 4-0 toen Barry McQuire die erin schoot. Ik zat daar vak T met mijn vrienden op dat moment. Ik zat ook met een vriend van mij die zelf half Iers is en uit Tiel komt, dus die Barry McQuire heel goed kende.
En ja, gewoon dat moment, dat bracht gewoon het hele FC Utrecht gevoel samen. Samen met vrienden, familie, nou ja, het doelpunt vieren en de hele wereld eigenlijk doen verbazen. En dat is voor mij ook waar FC Utrecht voor staat. Je kan je soms ontzettend verbazen in hoe slecht het gaat. Maar je kan je des te meer verbazen in wat het team allemaal zo neer kan zetten. En dat die dag tegen Celtic, nou ja, dat is dan echt voor mij het hoogtepunt. Mijn mooiste moment is de wedstrijd dat eigenlijk aan het einde van het seizoen gespeeld werd. En dat was FC Utrecht Groningen. Het was zover dat wij met 6 doelpunten moesten winnen. En dan hing het ook nog een keer af wat er in Rotterdam gebeurde. En dat was, volgens mij was dat Sparta, Vitesse. En ik weet die spanning nog, want wij waren afgelopen. Hè, heel dubieus, we waren met 6-0 gewonnen. Het stond 2-2 in Rotterdam. Maar wij waren klaar, wij moesten wachten tot die wedstrijd afgelopen was. En op een gegeven ogenblik, iedereen rumoerig, onrustig, met radiootjes, en zaten ze nog aan de oren. En er kwam in één keer die verlossing. De spelers wisten het volgens mij onderhand eerder als het publiek toen die tijd. Want die spelers begonnen te redden en ja, toen ontplofte dat stadion. En ik denk als jij het meemaakt, dan weet je wat echt clubliefde kan zijn. En dat heeft voor mij die wedstrijd heeft dat heel hoog in het vaandel gestaan. Dat was mijn moment. Ja. Mijn mooiste moment is, ik kan wel allemaal wedstrijden verzinnen die allemaal prachtig waren, maar mijn mooiste moment was de huldiging na de play-offs finale in Arnhem tegen Vitesse. We hadden gewonnen en de huldiging toen s'nachts hier voor het stadion. We hadden daar bij het stadion afgesproken, we gaan met z'n allen terug naar Utrecht, naar de Galgenwaard om de bus op te wachten. En het mooie aan die huldiging was dat het echt van de supporters was. Er was geen DJ die bepaalde waarop gedanst moest worden. Er was geen geluidssysteem, er was helemaal niks. Het was alleen maar het gezang van de supporters, dat was de muziek. Het was het dansen van de supporters, dat was dan. De lichtshow kwam van het vuurwerk van de supporters. En de versterking toen de spelers hier eenmaal gearriveerd waren en op het balkon kwamen, kwam door de megafoon die meegegeven werd van boven. En ik heb nog nooit zo'n groot feest zo spontaan zien ontstaan. En dat was echt fantastisch. Utrecht op zijn allermooiste manier. Dus dat is mijn hoogtepunt. Nou, mijn favoriete moment is, mijn mooiste moment is de bekerfinale van 2003. Vooral met de geschiedenis van 2002. Hè, dat je toen bestolen bent eigenlijk door de grensrechten. Ja, en die dag was eigenlijk veel alles bij elkaar. De hele Utrechtse mentaliteit was typerend. We hebben toen ook, ik heb het vaker gezegd, we hadden kunnen spelen tegen Real Madrid, een beetje United of zelfs een combinatietype van. Hadden we nog gewonnen. En dat uitgerekend aan Jean-Paul de Jong die eerste goal maakte. Ja, ik denk dat dat zelf het mooiste moment is voor mij bij Utrecht. Even wachten, dan moet ik even nadenken. Zeg je ja, wacht, even? Nou ben ik het lachen. Moet ik zeggen take 2? Take 128. Het is, ja, wat, het is heel gek dat jij zo achter me zit. Nee. Ah, cool, dat is cool. En dat ga ik vertellen. Ja. Dat ik gewoon zo zit. Ja, dat gaan we doen. Voor het boek No History hebben wij die verse clubje gewoon zitten. Gewoon zitten lagen, ja. Het was echt goed. Ja. Ja. Ik steek mijn vinger erop, man. Oh. Nou, dit waren onze meest mooie momenten. We zijn ook heel erg benieuwd wat jullie momenten zijn. Dus laat hem achter in de comments. FC Utrecht wint de wereldcup. FC Utrecht maakt zich weer een goal. Utrecht doorgaan, dat is het parool.